There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Elke zondag. Memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Ja, nou, ik heb D2 toestellen. De brug ging wel heel erg goed. Dat ging echt beter dan verwacht. Mijn oefening die, liep op dit moment heel vlekkeloos. En ja, Brekstok heb je toch wel, mis je wel die wedstrijdroutine, zeg maar. In de trainingen ging je dan wel wat vaker wat soepel. Maar op zo'n wedstrijd dan heb je net een andere situatie en dan moet je heel snel aanpassen. Ja, dat lukt dan gewoon nog niet. Dus ja, dan merk je dat je daar nog wel een weg te gaan hebt. Maar het was heel fijn om nu al basisoefeningen te moeten turnen. Dan heb je een mooie basis gecreëerd om de komende maanden richting het WK toe te werken. Dus op zich heb ik wel een goed gevoel erbij. Ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Ja, ik baal wel dat ik net niet heb gewonnen natuurlijk. Er zijn 3 momenten geweest waar ik het heb laten liggen. Alleen dat ik weer terug ben en weer me kan mengen in het deelnemersveld, ben ik heel blij mee. Ik heb de laatste 10 maanden voornamelijk geïnvesteerd in mijn studie. Daar heb ik ook wel veel progressie geboekt daar. Maar ja, dat ging dan wel ten koste van de training. Dus ik ben wel blijven trainen, zoveel mogelijk. Maar wat je voornamelijk merkt is dat de trainingen wat minder kwalitatief goed zijn. Omdat je wat vermoeid bent, omdat je veel lange dagen in het ziekenhuis hebt gelopen. Vanwege mijn opleiding. En dat gaat dan toch ten koste van de training. De laatste weken toen had ik meer theorie en dan merk je dat je iets meer uitrust. En toen heb ik inderdaad een paar stappen kunnen zetten richting dit toernooi. En voor Brugge was het genoeg. En voor Rex op zich ook wel voor een basisoefening. Maar je merkt het toch wel dat je nog een grote stap moet maken voor zo'n WK. Ja, best moeilijk eigenlijk. Het eerste half jaar na de Spelen heb ik niet zoveel gedaan. Januari, februari ongeveer ben ik weer begonnen. Mijn fysiek was echt nul ongeveer, waar het 10 was op de Spelen. En dus wat ik heb opgebouwd en nu heb laten zien, daar kan ik heel tevreden over zijn. Het is gewoon spannend om je eerste wedstrijd te doen na de Spelen. En helemaal de periode die je ervoor hebt afgelegd is natuurlijk... als ik op de Spelen 100% fit was, ben ik nu misschien 60% fit. Dat is wel even een verschil. Nou ja, dat is de enige medaille die nog ontbreekt eigenlijk. Gouden medaille op wereldkampioenschappen. En die kan ik nu bemachtigen. Dus ik ga de komende 3 maanden, ik heb nog een paar weken, dan stop ik even met mijn studie. Dan heb ik 3 maanden de tijd om naar het WK toe te werken. Nou, en dan is het volle bak knallen. En dan hopen dat het voldoende is om een gouden plak mee naar huis te kunnen nemen. Dus dat is een heel mooi vooruitzicht en een mooi doel om voor te werken. Volgende week ga ik stap in het vliegtuig, samen met Lisa en Gerben. Dan gaan we 2,5 week naar Amerika om daar te trainen. En dan gewoon even weg van hier, even rust, even focus op turnen en daarna opbouwen naar het WK.